Breda Nu. Je weet het meteen. Ik ben Willem Hartmans, bestuurslid van voetbalvereniging Baronie. 65 jaar intussen en sinds 1 juli vervroegd met pensioen. Ik zit al heel lang bij voetbalvereniging Baronie, waar ik PR en communicatie doe binnen het bestuur. Het bestuur is op dit moment zoekende naar nieuwe bestuursleden. Dus we moeten met 2 man op dit moment de kar trekken bij deze vereniging. Maar dat gaat tot nu toe redelijk ons af. Buiten het voetbal bij Baronie ben ik nog wel actief als sporter verder. Want ik doe 2 keer in de week hardlopen, zo'n 10 kilometer per keer. Dus de conditie, daar is niks mis mee. En dan op woensdag natuurlijk het walking voetbal sinds vorig jaar september. Het leuke van walking voetbal is dat je met mensen van een beetje dezelfde leeftijdsgroep een uur, anderhalf met elkaar sport in beweging bent. Maar niet alleen het sporten is belangrijk, ook de sociale contacten daarna. We hebben toernooien met elkaar, we hebben wedstrijdjes onderling met elkaar. Maar we zoeken ook een bedrijf. We zijn vorig jaar op de Moerdijk geweest. We hebben een rondvaart gemaakt door de Moerdijk. En zo zijn er allerlei andere activiteiten. We zijn een avondje naar NAC geweest. Kortom, het is niet alleen het voetballen op de woensdagochtend, maar ook sociaal en maatschappelijk doen we leuke dingen met elkaar. Ik heb natuurlijk altijd zelf ook vroeger gevoetbald. En dan komt er op een gegeven moment een leeftijd dat de schoenen aan de billen worden gehangen, zoals mensen dat noemen. En je wat minder actief wordt op het voetbalgebied. Maar dit geeft een mooie gelegenheid om toch ook voetballend weer wat te doen en zolang je conditioneel het goed aan kan en gespaard blijft van blessures, is het gewoon een hele leuke happening om met elkaar te voetballen op die woensdagochtend. Ik ben Willem Hartmans en dit is mijn plek waar ik op woensdagochtend met heel veel plezier het walking voetbal doe. Breda Nu. Je weet het meteen.